Gemert ontving UDI-19 en ja, dat is natuurlijk een derby in deze omstreken. De eerste wedstrijd UDI-19 Gemert eindigde in 0-3, speelde Gemert een geweldige wedstrijd en begon het aan een serie van maar liefst 7 overwinningen. Trainer Bert Ruys aan het roer bij UDI-19 ziet natuurlijk oude bekenden op Sportpark Molenbroek waar hij successen vierde. Gemert, ja, het moet dus na de nederlaag van vorige week tegen Woezik, moet het vandaag eigenlijk wel winnen, wil het niet achterop raken in de titelrace. We hebben wel de periodetitel, maar we willen natuurlijk meer. En kent dan in de eerste thuiswedstrijd na de winterstoppen, kent Gemert dan problemen? Ja, natuurlijk kent Gemert problemen. Jansen is geblesseerd, Habrake is geblesseerd, langdurig zelfs geblesseerd. Jurie van Brussel is weer terug van de blessure. Ruben Rodriguez die wordt zwaar belast. Dus ja, het is allemaal geen hosanna op dit moment in Sportpark Molenbroek. Maar, oké, een derby tegen UDI. Ja, dan levert altijd extra krachten op. Gemert begint met Bono Barthe in het doel. Achterin Ronnie van der Elzen, Dennis Verrooy, Kees Brugmans, Jens Leijten. Middenveld Ruben Rodriguez, Koen Brouwers, Dennis Groen, Bart van Berlo. En voorin Ralf Kemper en Jasper Lalissang. Terwijl het kunstgrasveld officieel wordt geopend door wethouder Dankers. En samen met de pupil van de week komt UDI met Nick van der Horst in het doel. Van Kotja, die kennen we nog uit het Gemert verleden. Die speelt de back Nick van Dijk, Jaap Kerkhoff, Rinke Pennings. In het middenveld Joep van Geelkerken, Sidney Gapko en Tim Wolf. En in voorhoede Roald van Hout, Sam Wassenberg en Raoul Ome. Die vormen dan de elf van trainer Bert Ruys. Waar we natuurlijk wel goede herinneringen aan hebben. Ja, de publieke belangstelling voor de derby is toch wat minder als dat het altijd geweest is eigenlijk. Het zullen een kleine 1000 mensen op Sportpark Molenbroek aanwezig geweest zijn. Als de wedstrijd om 2:30 gaat beginnen en UDI-19 de aftrap heeft verricht, dan gaat er een bal van de rechtsachter helemaal naar de andere kant. Er staat Sam Wassenberg, Jens Leijten, die glijdt uit. Het zijn 22, 23 seconden gespeeld. Sam Wassenberg blijft in bal bezitten, kan nog eens een keer uithalen. Wat doet hij dan? Precies in de kruising achter doelman Bono Barthe. En dan is het binnen 25 seconden 0-1. Ja, hoe begin je dan een derby? Ja, dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan. Het is natuurlijk een prachtig doelpunt van Sam van der Wassenberg die hiermee al een handtekening zet onder de wedstrijd Gemert UDI-19. Dan blijft uiteindelijk Jasper Lalissang in de kleedkamer achter en begint Gemert met Jurie van Brussel op de linkerkant. Dennis Groen neemt hier een vrije trap. En dan is het... deze bal die mist elke richting van Ruben Rodriguez. Gemert gaat op jacht naar de gelijkmaker. Geeft achter dan natuurlijk wel wat ruimte weg. En die wordt dan goed ingevuld hier door Sam Wassenberg aan de rechterkant. Maar hij schiet via de paal in het zijnet van doelman Bono Barthe. En blijft de Gemert nog steeds overeind. Het is op jacht naar de gelijkmaker. Ruben Rodriguez, wat doet hij? Ja, die haalt vernietigend uit. En keeper Nick van der Horst ziet daar niet helemaal 100% eruit. Maar goed, de knal is boven in de kruising. En ja, Nick van der Horst had die bal misschien wel kunnen hebben. Maar uiteindelijk hebben de zwart-witte daar geen boodschap aan. Het is 1-1. En dan gaan ze op Sportpark Molenbroek er goed voor zitten. Maar de grote kansen waren wel voor UDI het niet geheim lang in leven. En hier krijg je de 1-2. En dat is het opnieuw Sam Wassenberg. Die uit de draai de bal ontvangt en dan in één keer de bal knalt op het doel van Bono Barthe in de verre hoek. Barthe kansloos 1-2 aangeven van Roald van Hout. Dan een opvallende wissel. Ruben Rodriguez die wordt gewisseld. Ja, hij wordt natuurlijk zwaar belast. Thijs Vonke is zijn vervanger. En dan zou je als voetbalkenner zeggen, ja, haal je dan een Rodriguez eraf? Ja. Zo'n jongen moet je ook wel eens in bescherming nemen, maar daar vertelt de trainer straks alles over. En ontsnapt UDI aan de andere kant. Geweldig goed uitgespeeld. Sam Wassenberg legt de bal dan breed op de invaller Luc Meulink. Die maakt 1-3, beslist daarmee de derby tussen Gemert en UDI. En neemt UDI revanche voor de 0-3 nederlaag thuis. Prachtig uitgespeeld, Barthe kansloos. En de invaller, ja, die staat er nog niet zo heel lang in. De 1-2, of de 1-3 is een feit. Want de scheidsrechter Enkers fluit af en verdient, wint UDI met 1-3 de derby. De druiven zijn zuur op Sportpark Molenbroek. Dat is één ding wat zeker is. Maar hoe kijk je dan als aanvoerder? Want je probeert het wel om de mensen ja, naar voren te krijgen. Maar op een of andere manier na de winterstop lukt het niet. Ja, we proberen allemaal, ook met tegenslagen, gewoon om te gaan. Allemaal neuzen dezelfde kant op. En ja, natuurlijk in zo'n wedstrijd moet je er gewoon voor gaan. Want één doelpuntje is in principe zo gemaakt. Want zo'n kwaliteit heeft ook in de ploeg zitten. Ja, alleen na de winter, ja, ik denk dat we vorige week echt een uitglijder was. Vandaag, dat we het echt wel geprobeerd hebben. Ook redelijk goed voetbal hebben laten zien, vooral de eerste helft. Ja, alleen we komen er in de laatste linie gewoon niet aan te pakken.
Wat moet er nou gebeuren nog? Geemert verliest bij Woezik, Geemert verliest van Udi. Weliswaar beter dan vorige week, maar ja, er moet iets gebeuren. Ja, in vorm komen. Ja. Weet je, we wonnen op een gegeven moment 7 keer op een rij. Het was ook niet altijd even goed. Maar toen gingen kansen die er nu niet ingaan, gingen er toen wel in. Het is iets ongrijpbaars, weet je.